En mocht je zin hebben in een leuke reis? Ja, oh my. Je lacht je kapot. Echt, wacht even. Jongens, ik ben in Lelystad. En in de studio hierachter... Ja, er gebeuren vette dingen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het een beetje spannend. Want ik heb nog nooit echt iets aan mijn gebit op dat gebied laten doen. Ik ben klaar. Ik ben in Amsterdam dit keer. Want we gaan een videoshoot maken voor een promovideo. Van Better Recognize, waar ik in speel. Live set, recording. Ik ben ook gebeld door de arts. Helaas dus toch ook niet helemaal het nieuws wat ik had gehoopt ook weer. Hi liefdaddies, welkom bij een nieuwe video. Sergio is weer bezig geweest met de tuin, jongens. En weet je nog, looppad, vijver, zwembad, toch weer terug naar looppad. Het looppad ligt er, jongens. Check it out. Kijk. Het zijn beige steentjes. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. En je denkt misschien van, jongens, het ligt uit het midden, de tegels. Dat klopt. Dat hebben we expres gedaan. Want even voor de vorm, aan die kant, gaan we dus allemaal vullen met cactusjes. En dingetjes. En aloe planten en weet ik het allemaal. Dat is de bedoeling. Hopelijk overleeft dat ook hier. Ja, dus, je moet je elkaar op selecteren. Ja. Winterharde cactussen. Wat ik vooral lees, is dat ze tegen temperatuur moeten kunnen. En waar ik me meer zorgen om maak, is de hoeveelheid water die er valt. Ja, precies. Zolang dit zonnetje zo blijft schijnen, vind ik het best. Helemaal goed. En wat onze bedoeling is dus, is om hier een element te gaan maken waar... waar de planten dus tegenop aan gaan zitten, bovenop... komen leuke planten, maar we gaan er ook een zithoekjes van maken. En aan deze kant komen betonelementen, een deel van de keuken, dus van de buitenkeuken. En daar komen boven de kruiden, et cetera. Wat zeg jij? Het stapje is prima te doen. Het stapje is prima te doen. He, dus hier komt dan, daarom hebben we ook de lelijke snijkant, om het zo maar even te zeggen, gewoon hieraan gedaan. En hebben we er toch voor gekozen om niet moeilijk te doen en die helemaal daarheen te verhuizen en alles weer terug te schuiven. Want, ja, wel die kapotte tegel verwijderd. Ja, dat is wel fijn dat je een kapotte tegel hebt verwijderd. We hebben toch genoeg. Ja. Ja, want hier komt dus de buitenkeuken. Kijk dan. Oh, het is nu inmiddels 7:15 en het zonnetje staat hier gewoon bam, vol in je bakkes. Zo lekker. Heerlijk. Ja, dus hier komt het deel van de buitenkeuken, hè, met jouw... mijn eerste overkapping. Ja, uiteraard. Voor de maten, want anders weten we niet... Uiteraard, maar dat is wel dus de bedoeling. En zo. Ja, dus beetje bij beetje wordt het wat. Uiteindelijk, zoals we al vaak hebben gezegd, gaat dit dus gefixt worden. Wanneer, weet ik nog niet. Maar hopelijk toch wel redelijk snel. En mocht je zin hebben in een leuke reis? Ja, oh my. Je lacht je kapot. Echt, wacht even. We zaten laatst op Netflix een aflevering te kijken van Psychotica. Dat zit in champignons, in bepaalde mushrooms. En... wij waren gewoon hier lekker aan het praten. En is, eerst daar, hè, in de drive. Ja, misschien weten jullie het nog. Maar dit is in het kwadraat. Nee. Kijk dan. Hoeveel, hè? Niet normaal. Maar echt heel erg veel ineens. Ja. Zo zie je ze niet en ineens, kijk dan. Hele kleintjes. Nou, echt hoor.
Maar we vonden hier ook een dode rups. Dus dat was voor ons wel een teken van... Die heeft misschien... ervan gesnoept en die is... Die heeft het loodje gelegd. Ja, of hij is nog aan het trippen. En hij ligt nee, gewoon... dan verwacht ik dat ik... Nee, dat gaan we niet doen. Maar het is wel echt weer... Oh, echt hilarisch. Is wel een hele goede middag. Ja, je zou denken, waar gaat deze suikerspin naartoe? Nou, jongens, ik ben in Lelystad. En in de studio hierachter... Ja, er gebeuren vette dingen. Ik ben nu bezig met een fotoshoot. Voor de band Better Recognize. En ja, daar ga ik later meer over zeggen. Maar het heeft iets te maken met een band en mij op trompet. En nog een andere chick op de sax. Dus daar heb ik al een klein beetje wat gezegd wat dit gaat inhouden. En we zijn dus vandaag bezig met de fotoshoot als promo. En binnenkort gaan we ook de videoclip opnemen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb heel veel zin in ieder geval. Ik ben net al geweest. We gaan dadelijk nog met de gasten nog wat opnemen. En kijk, daar is ze al aan het shinen. Vet, 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 vet. Waar neem je ons? Ik woon in Den Haag, ja? Hey! Dat is een rip! Ja, mastertje erop. Ja, dat is een rappie! Die eerste track thuis nog opnieuw opnemen, maar de rest. Ja, gewoon jezelf doen. Ja. In de mensen is de baas. En jij mag niet de baas zijn, omdat jij bent nog veel te klein. Pief, pam, pop, jij bent de. Deze mag niet. Ja, die mag niet. Ah, deze! Oh, jeetje, wat een keuze. Voorzichtig, hè? Oh, er zitten nog drie in. Eentje voor mij. Nou dan. Eentje voor jou. Nee, ik hoef niet, liever. Heel lief. Papa? Nee, dankjewel. Het is wel heel lief van jou, maar... Hoe chocola. Nou, eet smakelijk. Wat krijg je ervan als je zegt, jij mag alles opeten. Een hele goede avond, jongens. Het is weer feest. Ja, en niet het feest wat ik zou willen. Nee. Het luizenfeest. Ja. Het is weer uitgebroken op school. En bij Jessie Silver hebben we er ook eentje gevonden. En nou merk je dus dat je zelf ook toch een beetje zo begint. Dus ja, we moeten er ook maar weer aan geloven. Maar ik kan je zeggen, om dit haar als eerste uit te kammen, daar word je niet blij van. Nee. Ik zal je even zeggen. Ik denk dat mensen, zeker met krullen, dat wel kunnen beamen. Dat je dit haar niet wil uitkammen. Het zijn bijna dreadlocks. En ik las hier zo... Dat je dus als eerste even je haar niet nat, dus wat ik altijd doe, lekker onder de douche, maskertje erin en dan kammen, niet nat moet borstelen. Even kijken. Kan vervolgens, oh nee, wacht even. De lotion moet aangebracht worden op droog haar.
Per behandeling is circa 20 tot 125 ml lotion nodig. Dit hangt af van het haartype en haarlengte. Draai het dropje van de tuit van de flacon en breng de lotion voorzichtig midden op het hoofd ruim aan. Kam vervolgens met een netenkam de lotion door tot het haaruiteinde, zodat alle haren goed en regelmatig bedekt zijn met de lotion. Je denkt toch niet dat als ik dit spul erin heb gedaan, dat ik met dit kammetje door dit haar heen ga komen? Even serieus. Dus. Nou, dit wordt lachen. Dat worden heel veel haren eruit, denk ik. Nou, valt reuze mee, jongens. Hè? Zeg ie. Nou, ik ben er nog redelijk doorheen gekomen, moet ik zeggen. Och, en die onderkant, die staat altijd zo bol vanwege al die krullen die ik er dan uit heb gekamd. Nou, nu het spul er maar in. Goedemiddag! Ja, je ziet het goed, ik zit weer in de auto. En niet in onze eigen auto, maar die van mijn moeder. Want er was een beetje een miscommunicatie tussen mij en Sergio. Want hij had niet gezien dat ik terug moest naar de tandarts. Want mijn lieve tandarts en oude gitarist Frank, die gaat proberen mijn gebit weer iets mooier te maken. Kijk, dit is afgeroken en deze kant ook een beetje. Waardoor het nu echt zo'n, ja, zo'n driehoekje is. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het een beetje spannend. Want ik heb nog nooit echt iets aan mijn gebit op dat gebied laten doen. Alleen maar tandsteen verwijderen. Dus ja, ik ben heel benieuwd of het wat is en of het mooi wordt en of het lang blijft zitten. Maar we gaan het zien. Daar zijn we weer. Ik ben klaar. Hey, hoe mooi is dit? Het deed helemaal geen pijn. Het ging gewoon hartstikke goed. Dus ik ben super blij hiermee. Bijna een pro-dance smile, vind je niet? En die andere kant is nog wel een beetje schotscheef. Maar dat geeft niet, want zie je bijna niet. Het is wel wennen. Maar dat vind ik ook altijd als je tandsteen is weggehaald. Dan denk je ook altijd van, voelt anders ineens. En grappig is trouwens dat ik dus inderdaad niet echt tandsteen had. Terwijl ik dat normaal gesproken wel altijd had. Dus ik denk door dat ik nu die antihormoonpillen slik. Dat daardoor mijn zuurtegraad is veranderd. Waardoor ik eigenlijk vrijwel geen tandsteen heb. Dus helemaal blij. Oh. Nou, ik ben ook benieuwd hoe het met trompetspelen gaat. Hopelijk gaat het gewoon. Zal het misschien toch even wennen zijn. Maar ik moet zeggen, ik ben er wel echt heel blij mee. Kijk nou. Terwijl deze, die was al heel lang een klein stukje af. En deze, ja, een klein tijd geleden. En toen was het helemaal niet meer mooi. Dus het is lang geleden dat mijn voortanden een soort van recht waren. Hey Jessie, waar zijn we? Dit is de Pool Musical, hè? Je hebt net op jouw hand gezeten en dat doet heel erg veel pijn. Maar gelukkig hebben we je knuffels mee. Heb je er zin in wel? Ik had ook hier een duim een beetje op de eerste vlog.
wat? Leuk! Helemaal naar Hoorn voor gereden, jongens. Wie ga je worden, Jesse? Mickey Mouse. Oh, Mickey Mouse. Oké. Okay. Ook leuk. Mickey de Poe. Mickey de Poe. Ik ben elastiek erbij. Hey, knappie. Woehoe! Mooi. Mag je ook weer op en af gaan? Oh, dat kan je zelf niet. Dankjewel. Doei. Dankjewel. Aangezien we gezellig in Hoorn zijn, is het ook wel leuk om hier natuurlijk even wel lekker wat te gaan eten. En op 200 meter was een sushi restaurant. En daar zei meneertje Sergio natuurlijk geen nee tegen. Zeg maar. Je wilt toch wel zeggen, hè? Is het lekker? Sushi monster. Goedemiddag, ik ben in Amsterdam dit keer, want we gaan een videoshoot maken voor een promovideo van Better Recognize, waar ik in speel. Ik ga nu even mijn koffer pakken. Ik heb al zo goed als mijn outfit aan. Even kijken hoe warm koud het blijft. Dat ik misschien iets warmers toch aan ga doen, want we willen het buiten gaan doen. Maar er is ook iets met een drone en nou, wordt helemaal leuk. Ik heb er zin in. En hopelijk worden de beelden tof. Lekker warm hier. Lekker hoor. Oké, outfitje is een klein beetje aangepast. Videoclip opnemen. Spannend. Spannend. Hey. Nou ja, ineens gewoon een klein studiootje daar zo. Live set, recording en klaar. Goedenavond, ik ben weer lekker thuis van werk en ik wilde jullie onder andere even de studio laten zien, want we hebben op zolder een beetje het een en ander veranderd. Normaal gesproken stond hier op zolder onze computer waaraan we dus de vlogs maakten en muziek deden, maar we hebben het nu aangepast naar dit. Eigenlijk zoals we het al in de toekomst wilden doen. We hebben dus twee bureaus. Ze kunnen allebei, zijn ze verstelbaar. Dus dat is super handig. Dus we kunnen ze ook even hoog aanzetten. En we hebben alvast een hoekje gemaakt. Want dit moet uiteindelijk de studio gaan worden. En dit willen we dan helemaal dicht gaan maken. En het handige is dat het al een soort van hok is. Er zit alleen wel de ketel boven. Dus tot zo hoog kan die gaan. Maar dit is wel tof en we willen uiteindelijk dat het ook blijft staan. Hè, dat we niet telkens van alles moeten gaan aansluiten en zo, want dat is gewoon heel onhandig. Nu hebben we dus ook twee nieuwe boxen besteld, maar dat gaan we in de volgende vlog laten zien. Ik heb een trompetmicrofoon besteld, een draadloze. En we hebben twee draadloze microfoons besteld voor het optreden. Ik had er al één. Ik had er al één, maar we konden er helaas niet gewoon één extra bij kopen die dan op dat andere kastje kon. Dus ja, een beetje geïnvesteerd in de toekomst, want we zijn weer vol bezig met de muziek zoals je hebt gezien. Dus daar worden we heel vrolijk van. Ik heb binnenkort ook weer een optreden volgende week in Loosduinen in Den Haag van 1 tot 1:30, als ik het goed zeg. Bij Villa Ockenburg. Dus als je zin hebt om te komen, kom gezellig. Er is van alles te doen. En
nog een ander optreden bij iemand. Thuis voor een housewarming. En ik ben natuurlijk bezig, zoals jullie hebben gezien, met Better Recognize. Wat we aan het opzetten. En het wordt super tof. Ik kan niet wachten om de officiële dingen, de officiële clip met jullie te delen. Ik ben ook gebeld door de arts vandaag. Twee eigenlijk. Ten eerste werd ik gebeld door voorbereidend op de anesthesist die mij morgen gaat bellen. Want de anesthesist gaat mij bellen omdat ik dus mijn operatie heb staan op 9 november. Super spannend. Ik ga jullie daar natuurlijk ook weer helemaal in meenemen zoals jullie van mij gewend zijn. En ja, ik ben ontzettend benieuwd naar het resultaat. En hopelijk valt de pijn mee. Ik moet in ieder geval heel rustig aan doen. Zeker 2-3 weken. Echt even niks. En daarna kan ik weer rustig gaan proberen het een en ander op te pakken. En na 6 weken kan ik pas echt het hele herstel doen. Dus ja, dat heeft wel weer even wat impact. En daarnaast ben ik teruggebeld door mijn internist over mijn botdichtheidmeting. Daar werd ik op mijn vakantie over gebeld dat die toch te laag is eigenlijk in mijn rug. En toen dacht ik zelf van, maar kan dat niet komen door mijn spondylolyse? Toen dacht hij, goh, dat zit wel dicht bij elkaar, dus dat zou misschien kunnen. Ik ga dat navragen en ik kom erop terug. Dus hij heeft dat besproken. En eigenlijk is het dus zo dat dat niet uitmaakt. Dat dus niet hetgene is wat hij gezien heeft. Dat staat los van elkaar. Dus met andere woorden, mijn botdichtheid is te weinig in mijn rug. Nu hadden we dus de optie gelijk aan de medicijnen. Of we wachten nog een jaar en dan doen we een controlemeting. Kijken wat de regressie is. En ik zeg ja, mijn voorkeur gaat daar eigenlijk naar uit. Want ja, ik heb niet het idee dat het nu erger is dan dat ik gewend ben. En daarnaast zei hij vorige keer ook dat die medicijnen best wel wat impact kunnen hebben. Dat die best wel vervelend kunnen zijn ook. Dus hij zei, dat is helemaal goed. Dat is absoluut geen probleem. Ik zei nog, ja, tenzij jij zegt van je rug staat op instorten. Nou, dat was dus zeker niet het geval. Dus we hebben samen besloten om daar nog een jaar mee te wachten. Kijk, mocht ik ineens hele erge last krijgen, ja, dan ga ik natuurlijk eerder aan de bel trekken. Maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Wat wel belangrijk is, is dat ik moet bewegen. Ja. Dus ik denk dat we gaan kijken naar een loopband. Want lopen schijnt heel goed te zijn. Voor heel je skelet. En aangezien wij nou niet echt... Het is soms gewoon lastig om nu naar buiten te gaan. En dan zou ik dus in mijn eentje naar buiten gaan. Vind ik ook niet gezellig. En soms gaat het ook gewoon niet. Want we hebben Jesse Silver ook gewoon in bed liggen. En als ik hem hier heb staan, dan kan ik in ieder geval lopen. En mijn skelet daarin mee versterken. En dan kan ik ook nog eens een Netflix filmpje opzetten of zo. Dus daar gaan we ook nog naar kijken. Helaas dus toch ook niet helemaal het nieuws wat ik had gehoopt ook weer. Maar goed, we komen er allemaal wel overheen. En tot nu toe, ik heb er zelf ook nog een beetje controle over. En ik slik natuurlijk mijn medicijnen, Takal. Dat is calcium met vitamine D. En dus dat bewegen. En dan gaan we gewoon even kijken of de regressie enorm is in een jaar. Voor nu ga ik hem afsluiten. Ik hoop dat jullie het een toffe vlog vonden. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Het belletje aan te zetten. Zodat jullie een berichtje krijgen als er een nieuwe video online komt. En dan zie ik jullie weer heel graag bij de volgende video. Ciao!